Voor Unitas Assen hebben we Manon Smits. Voor SC Putten hebben we Linda Pater. Voor KWC Kampen Manon Visser. Voor de Lost Prince hebben we Anne Eikenaar. De Wijrijders met Michelle Lapander. CRT Raalte met Ilse Dijkstaf. FC Ammerzoyen met Anne Jacobs. En nog een keer voor SC Putten, Sanne van der Pol. Succes! Nou, we hebben hier een hele goede stap aan. Dit is Anne Jacobs, Sanne van der Pol naast de kaart. Dat is bij de dames die de halve, die allebei de maas gewonnen. En lijkt ook Anne Jacobs zijn, maar die hele sterke dame. Dus volgens mij ook al best op het promotieklaas. Ze gaat hier ook rustig verder om op de eerste plek te schieten. De 7-5 is van Anne Jacobs, absoluut de sterkste dame. Moet je kijken wat ze gaat. Maar ze wil een hele mooie avond naar binnenkomen met de Wijrijders. De Wijrijders gaan zonder haar positie met Michelle Lapombe. Strakke bocht, er lijkt toch helemaal gebeurd te zijn daar met de thuisrijders. Sanne van der Pol valt helemaal stil daar. Eens even kijken, waar is Manon Visser? Manon Visser op positie nummer 3. Dan gaat ze zo nog helemaal terug in zijn kijkslag gaan nog. En zo gaan de thuisrijders op positie 2 helemaal terugvallen. Maar de overwinning gaat mee met Anne Jacobs.